mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Golden Marshall 16 hier natuurlijk op mijn kanaal Jaras Gaming. Vandaag moeten wij natuurlijk weer proberen om zoveel mogelijk headshots te droppen. En hoe meer headshots we halen... Oh, ik wist dat hij aan het campen was. Ik zag hem al gaan liggen, jongen, maar hij had mij ook al gezien. Hoe meer headshots wij halen, hoe beter het is. Wij moeten 100 headshots droppen. We hebben er op dit moment 13 binnen. En we spelen vandaag 2 team met mijn spokjes achter elkaar. Vind ik deze serie leuker dan natuurlijk, dus elkaar te blijven op. Ik speel op het account van mijn vriendin. Puur omdat ik op mijn eigen account al... Oh, what the fuck. Puur omdat ik op mijn eigen account al heel veel headshots had. Dus dan kan je natuurlijk geen wapen meer goud gaan halen. Want dan heb je al zoveel headshots ermee dat het nergens meer op slaat. Dus vandaar. Nou, 2 team met mijn spotjes. Dit is map knockout als eerste map. We hebben 2 concussion granaten aangezet. Dat heb ik expres zo gedaan. Omdat ik even wil kijken of als ik de mensen stun. Wat ik dus nu heb gedaan. En mijn teammate killstealt me niet. Of ik dan makkelijker headshots kan poppen. Want het is heel erg moeilijk om met dit wapen headshots te halen. Puur omdat die kogels die vliegen random ergens naartoe. En waar ze naartoe vliegen, dat weet ik niet. Waar ze naartoe vliegen, weet dat wapen niet. En om dus een headshot... Fucking camper. Om dus een headshot te halen is het gewoon puur random of jij op het hoofd richt, ja of nee. Dus ik heb een leeftijd aangezet, puur om het misschien iets makkelijker te maken. Maar als we campers tegenkomen zoals... Ja, dan moet je wel blijven liggen, vriend. Als hij gewoon was blijven liggen, had ik een headshot kunnen maken. Maar natuurlijk blijft die vent weer niet liggen. Als ze blijven liggen, wat dus de bedoeling is, dan kan ik makkelijk die headshots droppen. Lekker muziek hier altijd. Ik weet nu niet waar ze gaan. Wauw. Wauw. Wauw, die had ik daar niet verwacht. Ik ga wel beest, jongen. Ik zweer het. Ik ben gewoon lekker aan het schieten met dit ding. Alleen, deze serie draait er niet omdat ik lekker moet gaan schieten. Deze serie draait omdat ik dit ding goud moet halen. Oh my god, mijn teammate gebruikt ze ook, joh. Oh, ik probeerde op de hoofd te richten. Maar dat ging niet goed. Kak. Je zit er gewoon op een merciless, joh. Ook een granaat. Headshot. Dat soort mensen moet ik dus tegenkomen. Oh, fucking kut camper die je bent. Motherfucker. Ik heb mijn tactical mask uitgezet. Anders had ik die vent makkelijk kunnen pakken. Maar ja, dat is dus nadeel. Ik heb nu 2 fucking camper headshot. Ik heb nu 2 concussies aanstaan en geen tactical mask meer. Dus ja, als ik dat soort campers tegenkom, ja, dan ben je gewoon teammate. Teammate, je duwt me van de map af. Serieus. Wat een lul. Ik kon daar niks aan doen hoor, daar niet van, maar... Wat een lul. Heb je die camper dood? Ja. Die headshots zijn moeilijker dan ik had verwacht, jongen. Ik zweer het je. Ah, headshot. Ja, ja, dat was een makkelijke. Ah, fuck. Dat was een headshot. Dat is weer eentje erbij. Ik vind het goed. We hebben nu al 3. Als we er even gewoon 5 in dit team hebben een potje kunnen pakken. Volgende team hebben een potje 5. Dan hebben we er 10 in totaal. Dat is gewoon chill. Dat is gewoon goed. Ah, Talon. Motherfucker die je bent. Kut, Talon. Killstealt me nu ook al. Ah, serieus, kan je daar niet over... Waarom kan je daar niet overheen, joh? Wie heeft dat verzonnen? Alles goed hier? Hoor je het of niet? Kut, camper ben jij. Jij bent echt een vieze, vieze rik, jongen. Een vieze, vieze, vieze rik gewoon. Kut, camper. Teammate, dank je. Dat soort mensen moet je meteen killen, want anders ben je daar bij elkaar te lul. Are you fucking kidding me? Met z'n vieren! Ze zitten met z'n vieren daar te campen, joh! Doe normaal, man! Die Guardian heeft dan... Oh, kut. Dankjewel, teammate. Die Guardian had een kill gepakt, alleen die is nu alweer uitgeschakeld. Ze zitten allemaal in het huisje. Ah, kut. Brung. Nee, nevermind. Dat was een Shiva en een MX Garant. Dat zijn 2 campertjes, jongens, niet normaal. Je ziet het ook aan het wapen dat ze gebruiken, dat ze sowieso gaan campen.
Maar je kan er ook gewoon mee rondrennen met die wapens. Alleen dat doen ze nou net niet. Ja, ik zag die niet liggen of zo. Ik ga maar weer de andere kant op. Het gaat daar niet werken, man. Ze staan hier zo hard op te wachten daar, hoor. Het zijn allemaal campertjes. Ja, hoor, jongens. Echt waar. Ik moet toch misschien maar weer tactical mask aan gaan zetten. Kijk maar. Fuck off. Oh my god, nog een shock charge. Fuck off. Het is een klotige camp. Ah, ik probeerde op de hoofd te richten. Zag je het? Ik probeerde op de hoofd te richten. Shit. Shit, 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 shit. Ik ben wel echt hard aan het gaan qua kills, alleen... Oh, you fucking kid. Kap er nou mee, man. Kut camper, fuck off. Kut camper, fuck off. Oh, ik had ze bijna allemaal. Oh, ze zaten met z'n drieën daar, jongens. Ze zaten met z'n drieën daar te campen. Zit er nog steeds? Zit er weer met z'n drieën? Zit er weer met z'n drieën? Je kan het gewoon zien op die map, jongen. Kijk op die map, kijk op die map. Zit er allemaal, gek. Oh my god, hoe kan die nou misgaan, Jan? Jammer, jongen. Ik had die fucking kinetic armor aan. Lekker, teammate. Pak ze. Ah, fuck. Nu staat hij daar te campen. Fuck. Ik ga alleen maar door die scheidcampers, man. Maar dan moeten ze altijd mij hebben. Uh-oh. Oh, joh, dat ging bijna fout. Ging bijna fout. Headshot. Telt mee. Cute camper. Oh. Ah, ik had toch gestunt, man. Alleen hij was weggelopen. 32-10 sta ik. Ik heb gewoon een mooie score. We hebben 4 headshots gepakt. Dat is goed. Is dit team net mijn spotje. Alleen ik moet even een nieuwe lobby gaan joinen. Want ze staan hier allemaal te campen. Het met z'n drie bij elkaar, jongens. Dat is niet normaal. Ik kan daar niet heel veel doen met mijn Marshall. Kijk, als ze staan te campen, dan kan hun rug komen. Dan kan ik ze makkelijk killen. Alleen als ze staan te campen. En de ene kijkt die kant op. Andere kijkt die kant op. En andere kijkt die kant op. Dan kan ik nooit ergens naar binnen rennen. Helemaal als ze shock charge, tripmice. En weet ik wat allemaal hebben liggen. Dus ik ga even een nieuwe lobby joinen. Een nieuw team met mijn spotje. Kijken of we daar normale campers kunnen tegenkomen die in een eentje stil zitten. Bijvoorbeeld op de map Combine. Dan kan je heel erg makkelijk headshots pakken. En dan gaan we daarin proberen. Dus op naar game nummer 2. Alright boys, welkom bij natuurlijk game nummer 2. Teammate, ga weg! Ga weg! Ga weg! Ga weg! Bij natuurlijk game nummer 2. Ik heb eventjes mijn Marshall veranderd, want ik heb er nu namelijk Fastmax op staan. In hoop dat dit natuurlijk beter gaat. Ik reload nu vele malen sneller. Wat natuurlijk wel de bedoeling is met dit wapentje. En ik hoop... Dat we daardoor... Oh my god, oh my god, oh my god. In mijn rug. Fuck, 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 motherfucker. En ik hoop dat we daar natuurlijk meer kills mee kunnen gaan pakken. Door natuurlijk de snelle reload. Dus. Het is een map Combine. Ik zei het heel droog. Als we naar Combine krijgen, komen we misschien wat campers tegen. En het werd een Combine. Dus dat is een leuke, mooie... Timing. Jammer, jongen. Ik moet er wel reload cancels doen, want dan kan ik echt mega snel reloaden met dit ding. Dus dan moet nog even, ik moet nog een heel veel mee inkomen, maar... Headshot. Als we die reload cancel eenmaal onder de knie hebben, dan... Oh, hij spande daar. Fuck, hij spande daar allemaal. Kut. Ik zat hem heel veel op te wachten, die gozer. Want dan kon ik hem makkelijk pakken. Alleen, ja, als ze daar spannen, dan gaat het natuurlijk niet door het feestje. Wat? Teammate! Oh, hij loopt met een mellis rond. Kijk, hij loopt met zijn knife rond. Deze vindt dat... Hij heeft fijn met één kogel. What the fuck? What the fuck? UAV inbound. Jammer, jongen, dat je gedenkt, ja. Dat je gedenkt, ja. Niet gedacht, maar gedenkt. Jij bent zo fucking irritant, hè, met je wapen. Ik zweer het je. Uh-oh. Uh-oh, kak, die had ik niet gezien. Shit. Ze letten wel goed op deze enemies. Ik sta 7-4. Ze zijn wel goed aan het opletten. Dus ik moet zelf ook even iets beter gaan opletten. Want er staan er 2 te campen als ik het goed heb. Ja, nee. Zie je,
Shit man, ik kan er niet op afkomen. Ze blokken het mijn route. En ik moet de kaart op afrennen met dit wapen. Alleen ik moet even die campers. Ik moet die campers zien te pakken. Die campers zijn de persoon die ik moet killen. Want die campers, daar kan ik makkelijk headshots op pakken. De persoon die rondrennen, ga ik geen headshots kunnen pakken. Nee. Holy shit, dat was een superkill met de Marshall! Oh my god! What the fuck deed ik daar dan, jongen? Holy shit, die had ik niet verwacht. Superkill met de motherfucking Marshall, jongen. Rot op, man. Ik hoef geen headshots meer te pakken. Ik vond het goed genoeg daar. Ik had nog door kunnen gaan, hè? Dat vind ik nu zo jammer. Ik had nog door kunnen gaan, man. Nee, er kwam er sowieso één in mijn rug. Ik had die op zand moeten pakken. Dan, ah, dat had ik door. Kut, jongen. Ah, dat is zo jammer. Ik had door kunnen blijven gaan. Jammer, volgende keer beter. Maakt niet uit. Volgende keer beter. Dat ga je niet kunnen raken, jongen. Oh my god, hoe kan ik daar een hitmarker krijgen, joh? Rot op. Die Fastmax werkt wel goed, hoor. Die Fastmax werkt heel goed, jongens. Ja. Ik hou de Fastmax op. Goed opletten, teammates. Kom op, dat kan beter. Zie je die Fastmax? Zie je dat? Dan kan ik gewoon meteen nog een kogel erachteraan poppen. Dus die Fastmax moet ik er zeker weten op blijven. Of houden staan. En dat is nog een kwestie van wat meer headshots pakken. Ik pak nu al veel kills. Alleen die headshots is nog een probleem. Kijk, dat moet ik doen. Dat soort kills moet ik pakken, maar dan heb ik een headshot erbinnen. Kijk, als ik dat soort kills gewoon kan blijven pakken, dan komt het wel goed. Dus het zijn wel moeilijke kills, maar... Ik zeg altijd maar zo, het zijn moeilijke kills, maar geen onmogelijke kills. En daar gaat het uiteindelijk om. Fucking termite van je, rot op. Oh my god, ik heb opeens geen wapen meer. Oh, what the fuck gebeurde daar? Dat weet ik zelf ook niet. Ja, kut, zet die knetskamer aan. Kut, ik had hem... Shit. Ik had niet verwacht dat hij daar al was. Aan de kant, teammates. Ik wil er langs. Komt er een over de muur heen, let op. Oh, hij is niet dood. Fuck, ik ren gewoon door. YOLO. Ik ren door, ik laat hem lekker. Zal hij achter me aankomen, denk je? Nee, hij liet mij ook lopen. Ik had een hitmark waar ik niet had verwacht een hitmark te kunnen krijgen, maar... Alles kan in deze game. Kut. Ik zet die gun. Oké, okay, daar spannen ze, dus daar ga ik niet op af. Oh joh jongen, ik zweer het, ik ga echt... Teammate, wat? Met die, ja, ik wou net zeggen, nijven ze nog of niet? Ik ga echt beest gewoon met dit wapentje, terwijl ik hem niet eens Akimo of zo heb. Alleen die headshots, dat is echt een probleem jongen. Ik krijg alle kills krijg ik die ik maar wil. Alleen die headshots, dat het lukt gewoon niet. Campertje. Friendly care package incoming. Oh, netjes. Oké, okay, chill. Die headshots lukken niet. Ik heb op dit potje 35 kills, alleen die headshots. Ik moet campers tegenkomen om die headshots te kunnen poppen. Ik moet campers hebben om headshots te kunnen halen. Of ik heb geluk nodig dat ik een headshot pak. Fastmax laten we er sowieso op staan. Ik heb niet Akimo nodig. Kan ik niet meer inzoomen. Maar, die Fastmax is ideaal, jongen. Dit was even de test voor de Fastmax. Headshot. Dus we moeten even goed blijven opletten. We hadden wel superkill, dat sowieso. We gaan wel even controleren hoeveel headshots we op dit moment hebben. Ik denk dat we rond de 20 zitten op dit moment in 3 afleveringen. Dus ja, weet je, op zich is best wel veel. En welke heb jij eigenlijk aanstaan? Oh, ze lacht. Nee, lachen. Dus we moeten even controleren hoeveel headshots we hebben, maar we gaan wel lekker. We gaan op zich niet heel erg snel, maar we kunnen wel op een gegeven moment veel sneller gaan als we helemaal de tactiek een beetje, of de techniek een beetje onder controle hebben. Dus het gaat vast zeker wel goed komen. En we hebben gewoon een mooi potje neergezet, dus daar gaat het uiteindelijk om. Even controleren. Hoeveel headshots hebben wij? Want nu ben ik benieuwd ook. Hoeveel headshotters hebben wij binnen, ja?
Dit laatste schermpje duurt soms zo lang. Kap er nou mee, kap er nou mee, 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 mee. Kap er nou mee, 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 mee. Dankjewel. Even kijken. Hoeveel headshots hadden we dit potje? Helemaal niet veel. We hadden wel een superkill, maar die headshots kwamen niet. Had ik überhaupt wel één headshot? Oh, twee. We hadden twee headshots maar dit potje. Dat zijn er niet veel. Hoeveel headshots hebben we op dit moment binnen? 15 headshots hebben we een nieuwe camo voor gekregen. De Flecktorn camo. En we hebben in totaal 19 headshots op dit moment binnen met de Marshall in 3 afleveringen tijd. Dus op zich, een gemiddelde van 6 per keer ligt niet heel erg hoog. Maar we kunnen dat wel hoger gaan maken. Als we een gemiddelde van 10 kunnen pakken, is dat ideaal. Dus we gaan ons best doen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je hebt genoten, dan natuurlijk subscribe en like. En hopelijk ook weer. Tot de volgende keer, mensen. That's how we do it. Yeah. Bye bye.